Ik ben Gerben Haalderink en Paul heeft me gevraagd om voor de ruïnesessies even een paar verhalen te vertellen. En ik ben nogal een sprekerbiel van mezelf, dus dat doe ik dan graag even. Hè. Nou, het eerste verhaal is het leak. In de tijd dat ik jong was, waren er geen mobieltjes of computers. En de televisie ging alleen 's avonds aan. En omdat we moeder voor de vuur liep, maar ze schoon wil maken in huis, worden we vaak aan de buiten gestuurd om te spelen met kameruitjes die in hetzelfde schuitje zaten. Op een mooie dag in het voorjaar gingen mijn kameruitjes en ik spelen in het anemonenbos. In de buurt. Op de fietsen gingen we erheen en we parkeerden en na aankomst schoten in de beumen en door ging het los. We zochten een paar stukken die als geweerdienst konden doen en al gauw waren we cowboys en indianen die elkaar na zaten en de grootste avonturen beleven. En dat ging een hele tijd zo door. We vlogen van de ene kant van het bos naar de andere kant en met volle gejoel en gereer, maar opeens stond een van mijn kameruitjes stil. En er wees nog een stuk van brandnetelopslag tussen de struiken. Kom eens kijken, zei je. Daar ligt er een. En er ligt ook een fietsen. We worden er stil van toen de kerel daar zagen liggen tussen het geruw van de brandnetels. Misschien is het wel een leak, zei de ene. En stonden we door een tijdje gespannen en verwonderd te kijken of het leak ook bewoog. Maar we konden het niet goed zien of er iets gebeurde tussen al dat geruw. En ook of er ook bloed te zien was, zoals we bij het slachtoffer zagen. Loos wat dichterbij gaan, zei ik. Maar eigenlijk durven we geen een van drieën de eerste stap te zetten. En dus bleven we stil staan en worden we stonden. Goh, die dan? Nee, ie. En zo stonden we nog een tijdje elkaar op te jutten en te kieken. Maar dat bewoog niks. Nou, laat dan tegelijk gaan, stelde ik voor. Want samen ben je meer mans als alleen. En zo pakken we alle drie een stok en vuurtje voor vuurtje gingen we er dichter naartoe. Nog steeds voorzichtig en ook een beetje bang, want het was toch wel spannend. Al wilden we dat van elkaar natuurlijk niet weten. Maar net toen we hem raken konden met de stok, rokken we een rare en toch ook bekende lucht. En door zagen we een leuge flessen net naast de kerel in de brandnetels liggen. Ach, dat is je neven wat ruiken, zei mijn kameraadje. En wie beaamde dat? Ja, dan is je op bezoppen. En wie basten alle drie en lachen uit. En de angst was gauw vergeten. We gaven hem een por met de stok en door kwam er wat beweging in. Nog eens een por en ineens schot de kerel op handen en vuur omhoog en daar je de ogen half los. De heuren had het door elkaar zitten en die zat onder de bladen. Wie deinsde maar achteruit, want ja, we wisten niet wat er natuurlijk van plan was. Maar hij keek ons alleen onder gaan en grommelen wat onverstaanbaar was. En na een paar tellen vielen zo weer rummen en sliepen we weer in Roeswiet. Midden in de brandnetels. We schotten op neer en lagen en na het ons nog even aan de kekken te hem, door op de fietsen sprongen en naar het huis van mijn kameruitje de fiets. Dan woonde het dichtstbij. En door hij het hele verhaal aan zijn ouders verteld, maar toen zijn vader even later ging kijken, was ze toch weer wakker geworden en weggegaan en had alleen de leuge fles achtergelaten en een afdruk in de brandnetels. En toen zijn vader even later terugkwam, zei hij dat hem wel een juksel hem toen hij weer nuchter was. En door moest hij opnieuw om lachen. Nog rollen. Een boer en zijn knecht waren aan het werk op land in de buurt van Aal. Het werk vorderde goed en na een tijdje kwam de meid koffie in stoel te brengen en ging ze even zitten om van het een en ander te genieten. En na het eten moest de knecht even zijn behoefte doen. En hij liep naar de rand van het land om een beetje uit zicht te kunnen zitten. Want het was zo'n streppel met struiken en een beetje onkruid. Toen de knecht er was en zich eens even zetten wil, zag hij in zijn ooghoek iets bewegen. Hij keek op ziet om te zien of dat dan wat dat toch was. En daar stond ineens iemand tussen de struiken te kijken. Hij keek nog eens goed en door zag hij een gestalte staan. In een lang zwart gewaad, net als de pastoor. Met een kap op het hoofd en een liekwit gezicht. Den hem stom verbaasd aan keek. Alsof hij de knecht totaal niet verwacht had. Verduld! Dat is de dood, dacht de knecht. Je kunt vermien. Hij trok schielig zijn manchester zijn box op, draaide zijn gummen zo snel als hij kon en rende in paniek de vandeur. Zich onder het rennen de knopen van de boksen dicht te doen, zo dwars over het land heen, langs de verbaasd kiekende boer en meid aan ene strepen naar de boerderij. En maar schreeuwen dat de dood een bol kreeg. Wat geeft hier aan toch voor? Zei de boer stom verbaasd. En hij pakte zich de koezen en liep voorzichtig, maar toch vastberaden naar de plek waar de knecht tussen de busjes heen was gekomen. En ook de boer zag door de gestalte staan en vroeg: wie ben je? En wat moet dat hier, mijn knecht, kreeg aan de jaar? Ik ben de dood. En ik ben hier per ongeluk. Ik was stom verbaasd om uw knecht hier te zien en ik vanmiddag in grollen op moet halen, sprak hij met plechtige stem. Wat zeg je? Wat wou je? Zegt de boer, terwijl hij omkeek of hij de knecht nog zag. Maar toen hij weer voor zich keek, was de gestalte weg verdwenen, alsof het de noordenwest was. De boer keek nog even rond en liep toen, nog steeds verbaasd, terug naar de meid en intussen de boel bij elkaar had gepakt.
En samen liepen ze vol vragen over dit rare gebeuren terug naar de boerderij om te kijken waar de knecht overbleven was. De knecht was intussen nog steeds de paniek te delen berend. Al schreeuwend en alles in de rondte smietend, haalde hij het paard van stal, deed hem het halsterum en trok het dier jachtig met naar buiten. De boerin kwam verschrikt van de krukken de delen op om te kijken wat dat toch voor een kabaal was en vroeg aan de knecht, wat ben je toch gaan doen? Wat moet je toch met het paard? Ik moet nog mijn oldershuis, want de dood wil me krijgen en was op het land. En zo ging hij van deur en met een zwaai sprong intussen hier op het paard en voordat de boerin maar iets kon doen of zeggen, was in draf van het erf af op weg naar Grollen. De boer en de meid kwamen net de hoeken van het huis weg en ze zagen de knecht op het paard in een flinke draf de weg overgaan. En de boer vroeg aan de boerin, hoe ging dat toch in? Nog rollen, antwoordde de boerin. Je ging nog rollen. De Roggekimmel. Lang geleden leefden er in het buitengebied een echtpaar op een boerderieken. Ze waren gelukkig op hun manieren en hadden door de vruchtbare grond altijd wat te eten. En ook de put stond nooit droog. Vader had zijn borreltje en af en toe. En het leek allemaal prachtig. Maar er ontbrak nog één ding aan hun geluk. Ze hadden geen kinder. En wat ze ook deden, het wol moest niet lukken om kinderen te krijgen. Nu hadden ze een buurvrouw, een beetje een duistere buurvrouw, die zich met wat geheimzinnige zaken en ook kruidenmixerie en zo wat bezig hield. En altijd wel rood was. En ten einde rood vroegen ze aan haar of ze geen oplossing had. Ja, zei die oude vrouw, ik weet er wel wat. Er ligt in het zwarte bos een grote keien met een gat in het midden. En hij door de hele nacht bij volle maan in gaat zitten, Dan zij zien dat je binnen de kortste keren een klein kreeg. Nu was ze wat de bos geen fijne plek om te wezen en zeker s'nachts niet. Maar ze wonen het toch zo graag, dus de eerstvolgende volle maan ging ze wel wat banger naar het bos toe en zocht de steen op. Ondanks alle enge geluiden en zo, lukte het haar om de hele nacht vol te holen en in het gat te blijven zitten. En jawel, prompt erop worden ze zwanger. En 9 maanden later kreeg ze zelfs een drieling. Zelden zag hij een gelukkiger gezicht. En de kinderen groeien naar school en spullen dat ten lieve lust was. Moeder was er wel ontzettend druk mee, maar ze had te graag verhouden. Vaderrechten maken zich steeds makkelijker af en bemoeien zich nauwelijks met de kinderen. Liever ging hij naar het dorp een borreltje te drinken, of 2 of 3. Nu waren de grote roggenvelden in de buurt en de kinderen spullen er graag bij en plukken hele bossen met koornbluren en vermoegels. Maar ze mochten niet in de roggen lopen, maar ze waren nog te klein en zullen dan verdwalen. Ah, soms deden ze toch. Een paar dagen voor de oogsttijd was het ontzettend warm en 's middags trokken er steeds meer wolken samen en worden steeds donker. Vader was weer eens keer naar het dorp toe en zag niks van de dreigende wolkenluchten, maar die zat in een café aan de borrel. Maar moeder zag het wel en was er niks gerust op. Waar zit toch ten keel nu weer? En waar ben de kinderen? Vroeg ze zich af. En ze was er niet helemaal gerust op. Maar weer een keer en de kinderen waren in geen veld nog weer te bekennen. En moeder woonde steeds ongeruster en ging op zoek naar keel en kinderen. De kinderen waren intussen die druk met koornbloemen plukken en ongemerkt dieper de rog in de loop en hadden de donkere log niet in de gaten. Ze hoorden moeder ook niet roepen, omdat het steeds harder begon te waaien. En zo wordt het allemaal later en later en moeder wordt nog echt bang. Onrustig riep ze heen en weer onder de steeds donkerder wordende log. En door begon het ook al te luchten en te donderen en de eerste regen begon ook al te vallen. Maar ze zag maar geen kinderen en ze zag maar geen kinderen. Waar ze ook kijk. De kinderen merken nu wel dat het donker wordt. En ook dat de echtschoer weer aankwam. Wie moet naar huis? Zeiden ze tegen elkaar. En door gingen ze op zoek naar het pad om de roggen te komen. Maar waar was het nu? Bang en grepen ze elkaar bij de hand. Maar door de heen en weer zwiepende roggen konden ze het pad niet meer terugvinden. Hoe ze ook heen en weer liepen en vlogen. Ze kwamen er niet meer uit. Moeder was intussen die buiten zin naar raken en wist niet meer wat ze doen moest. Ze schreeuwen zo hard ze kon. Maar door het rozen van de steeds harder wordende wind en het donderen en het luchten ging het zo hard te keer dat ze zichzelf amper nog horen kon en op lessen zakken ze aan de rand van de roog in elkaar. En het luchten en donder nu al wat halen kon. En in lange tijd was er niet meer zoveel regen gevallen op den ongelukkige namiddag. Maar aan alle stormen kwam een einde en ook aan dissend. Het weer wordt nog een uur rustiger en vader was intussen die de kroeg willen komen. Maar omdat er geen mensen thuis was, gingen we eens even kijken. En die zag de vrouw niet, die zag de kinderen niet. En op een gegeven moment, toen de buiten liep, zag een moeder aan de rand van de roggen liggen. Buiten westen, maar zonder de kinderen. En al wat er rondkeek, geen kinderen. En van de halen kwam moeder weer wat bij positief en vroeg meteen, waar ben de kinderen? En ze begon weer te jammeren en te huwen. En toen had vader wel in de gaten dat er iets goed mis was. Die haalden alle nabels erbij en samen zochten ze overal. In alle roggen, in de graven, en waar al die meer, in de beken.
Maar de kinderen werd nooit meer teruggevonden. Moeder kwam het verlies niet meer te boven en stierf na een jaar van verdriet. En vader raakte aan de drank en het zo mooie boerderij en voorkomen een hele molen. Van de kinderen is nooit meer sporen gevonden. Maar nu op een mooie zomermiddag langs een roggeveld komt, zie je soms die roggen zo mooi heen en weer wijden. En de luur die zegt dat dat de drie ongelukkige kinderen bent, die nog steeds de weg aan het zoeken zijn om de rog uit te komen. Mooi. Ze waren nog nooit zo alleen achter elkaar. Zelfs een kleinkinder die.